2011 gaat de boek in als het jaar waarin het bietentoernooi 25 jaar bestaat. Een horeca voetbaltoernooi wat in 1987 werd opgericht door Albert-Jan Vos samen met Berry Kruisweg en Chris Oost. De mannen zaten aan de bar te filosoferen hoe mooi het zou zijn om met cafés tegen elkaar te kunnen gaan voetballen. Nu 25 jaar later is er in een bewuste weekend in mei een jubileumwedstrijd. Voordat de wedstrijd begon om 4 uur was er eerst nog even ruimte om de lijnen te kalken. En hier komen dan de teams het veld op. We zien dat gebeuren met een team van de Café de Biep en de Boekenier tegen het pandje de Poolzekel. Goud van Oud, mannen die vanaf het eerste uur aan het bieptoernooi hebben meegedaan. De spelers werden één voor één voorgesteld en we zien een druk klappende Chris Oost en dat was dan de aftrap. De wedstrijd kende een gelijkopgaande strijd, maar met name het tempo in het begin wat laag lag. We zien hier een schot van Grijpland Wijs, waarbij keeper Herman Gaal gelukkigerwijs de lat als een reddende engel ziet. We zien hier een aanval van hetzelfde pandje Poolzekel, waar we onder andere een Pieter Vries zien. Maar die paast de bal niet al te scherp. Dan zien we dan toch dat Anne de Beste alleen voor de doelman komt. Maar de doelman Michel Holleboom pareert de bal prima. En we zien een schudderende Chris Oost. Holleboom met een moeilijke uittrap. En dan zien we toch dat de Biep het initiatief overneemt. Komt de bal weer bij de Beste. De Beste legt de bal dan bang klaar. Gaat een actie ondernemen in de 16. En dan zou je zeggen, nu moet die bal er dan ook in. Maar helaas, ook dat schot, ja, dat strandt in schoonheid. Af dan toch, Anne de Beste met een prachtige solo. En die weet dan doelman Michel Holleboom hier in de herhaling te zien te omspelen. Zo brengt Anne de Beste de stand op 1-0. Wat snot uit de neus om wat meer lucht te krijgen voor die tweede helft. Pieter Vries namens Pantje Poolzegel met een bal diep op Gerbrand Wijs. En wat kan die man nog met alles met de bal? Kijk eens even aan. Bob Mulder ontspeelt hij, Herman Gaal ontspeelt hij. Dan komt hij weer Bobby Mulder tegen. En Bobby Mulder, ja, dat is echt de kuitenbuiten. Maar kijk eens, een prachtige actie van Gerbrand Wijs. Prachtige solo, blijft aan de bal. Ja, en je zou toch zeggen, scheidsrechter Peter van der Meer, hier had toch wel een penalty ingezeten. De ruststand 1-0, oftewel de Boekenier, Pantje Poolzegel. Tweede helft. Slechte terugspeelbal en we zien doelman Veijer Meijer in het doel gekomen bij Pantje Poolzegel. Pantje Poolzegel dringt aan. Maar het is wederom Anne de Beste die de bal oppakt. Daar de redding van de man die afkomstig is uit Meppel, maar toch in het steenmeisje zat, Veijer Meijer. Hier zien we op de tribune onder andere Henry Los even kijken. Hij komt straks naar toe. Mario González zorgt ervoor wat Spaanse taferelen. We zien een blunderende doelman Herman Gaal. Ja, die heeft weer de massa van de hele wereld. Nu zien we Pantje Poolzegel andermaal. En dan komen ze richting de 16 meter gebied. En dan zul je toch zeggen dat die bal afgemaakt moet worden. Alfred Oostindier, ja, die verschalk doelman Herman Gaal. Die daar eigenlijk ook niets aan kon doen. Kijk eens, mooie actie van de voormalige spits, onder andere van Old Forward. Hier zien we Kramer. Na het regende hard op Sportpark de Nieuwe Gagels. En dat bracht natuurlijk de stand van 1-1 op het bord. De beide teams probeerden met name dankzij Kees Knol en nog wat aan te doen in de slotfase van de wedstrijd. Hier nog een hele grote kans voor de Biep. Maar het is andermaal Veijer Meijer die hier de paal en zichzelf ziet. En hier krijgen we natuurlijk Roelof die de actie nog even nadoet. Hier krijgen we een dieptebal. Maar we zien dat het mooi is met hier andermaal Oost-Indië. Die dan probeert Bobby Mulder uit te schakelen. En dan is er alle ruimte voor Gerbrand Wijs. Maar Herman Gaal, ouderwets, op zijn boys, probeert de bal te pareren. En dan lopen we naar het fluitsignaal van doelman op de scheidsrechter Peter van der Meer. En die dan besluit de wedstrijd tot 1-1. Hier de coach van de Biep, Boekenier André Lampen. Die nog even napraat met Chris Oost over een geweldige wedstrijd. Gerrit Diekman, de man die vele jaren heeft meegedaan aan het Biep-toernooi. Ja, die verlaat het zelf. Ondertussen stroomt het vol op Sportpark Noord-Aarhus. Omdat de Biep 25 jaar door 25 jaar bestaat. In ieder prachtig mooi aandenken. En dan was er de lendeblazers uit Wolvenga. Die toeterde ieders oortjes lekker warm. Omdat die wedstrijd tussen de Biep All-Star Team en Lucky Ajax op het programma stond. De grote vraag was natuurlijk wie van Ajax waren afgereisd naar de oude vestingstad Steenwijk. De lendeblazers zorgden ervoor dat de sfeer prima in zat. Hier zien we dan de warming-up.
zien we dat scheidsrechter Erik Brama klaarstaat. We zien daar Dick Schoenmaker die Brama een hand heeft. En we zien daar de pullen van Olle Vente en de pullen van VV Steenwijk die een belangrijke rol zal gaan spelen. De oppas van dit jubileum wedstrijd. Hier zien we onder andere Van Bettel, Van Korten, Aken, Helder, Zotwijk, Potten. Zien we dan Bart de Jonge op daar de dugout uitlopen. Dan krijgen we natuurlijk niemand minder dan Arnold Splinter. En die los, meneer Groen. Ja, Dennis Gerritsen. Even een babbeltje van Bert Otten met het doelman. Dan zien we natuurlijk Guido Broers ook uit de catacomben komen. Rick Wiss. En die Rijken, Geterre. Maar ook Groenewoud, we zien we daar natuurlijk ook uitkomen. Daar hebben we Jan Boksem. En dan zien we Jaap de Boer. Rob Zwolle, Niels van der Zand. Die met Jansen nog even speelt. Dan begint prachtig mooi vuurwerk. Zichtbaar gesteld door vuurwerk. Rick van der Nat. Hier een hele mooie zuil in de wedstrijdbal. 25 jaar diep toernooi. Vuurwerk, ballonnen, rooksignalen en een Amstelvlag. Daar dan de oprichter van Café de Biep, Jan Oost. Hij samen met de voorzitter van het Biep-toernooi, Henry Kooi, samen met Erik Brama. Zij zullen dan de aftrap richten van deze jubileumwedstrijd. Een lang gekoesterde wens van het bestuur van het Biep-toernooi ging er nu eindelijk in vervulling. Het Biep-Alstad-team tegen Lucky Ajax. De gezamenlijke elftalfoto wordt gemaakt door de plaatselijke fotografen. En dan kan het deze last aanpassen. Met handjes schudden, dan een os even met tekst te maken. En een koor met tekst te maken. Roemen worden overhandigd. Dan is het moment zwemmen. Hier de maat 44 van de los. Dat is prachtig gestel. Anastasio Janis die zegt dankjewel. En dan gaat de wedstrijd beginnen. Jaak Zwart, de grote man, ook hij aanwezig op Sportpark de Nieuwe Kagels. De wedstrijd kende in het begin een opgaande strijd. Alhoewel nu wel Ajax is vanaf het begin met Janis Anastasio. We gaan even zien wat er staat te gebeuren. We kunnen zien in het begin van de wedstrijd dat er één man was bij dit All-Star team die in bloedvorm verkeerde. En dat was doelman René Jongbloed. Die redding na redding is te verrichten tot de groot ongenoegen van de mannen van Ajax. Ondanks het slechte weer kon er nog vrolijk gelachen worden. Het was een hele leuke wedstrijd en een prima ambiance te doen. De aanvallen van Ajax die volgden elkaar snel op. Nu ook weer maar het wegkoppen van de voormalige man van Heerenveen René Groen. En weer een goede reactie van René Jongbloed. Dat zien we hier Dennis Gerritsen. Gerritsen die oprukt richting de 16 meter. Dan is het graag wie kan erin. Is het René Groen die probeert dat voor elkaar te krijgen. We zien een jagende Jan Boksem. Daar komt het door en allemaal weer. Zit de Groenman van Biep erbij. Kees Kisten, trainer, die heeft overlegd met aanvoerder Albert Jan Vatten. Wat moeten we doen? Anastasio, Jaak Zwart, Zwart. Dan zien we weer Gerritsen. Gerritsen zoekt de ruimte. Niemand durft hem aan te pakken. Niels van der Zand, kijk, Loert, komt Gerritsen. Weer een blok en dan is er nog een kans. En weer is de doelman René Jongbloed. Die zoals al verteld in de eerste helft een buikenpartij op de mat is te plegen. Dan is het toch Ajax die probeert de kracht in overwicht om te zetten in een doelpuntje. Dat mislukt dan. En dan komt er zo'n ware kans voor de mannen van de Biepen. Hier is het Henry Rijken. Rijken, ja, op volle snelheid. Ja, dan wordt het moeilijk om al die kilo's mee te tossen. De tijden veranderen. Andermaal een aanval van Ajax. Voor het spel wordt er gekeken, wordt er gezocht. Dan zien we natuurlijk dat het gaat gebeuren. En weer is daar doelman René Jongbloed. En hier op dit moment Jeroen Los. Die ontwijkt een buitenspelval. En dan zul je zeggen, Jeroen Los, samen met Bart de Jonge, gaat het proberen. Probeert een stift, maar dat mislukt. Kijk eens even naar Jeroen Los. Een counter van de Biep All-Star team. Helaas, een doelpunt voor de mannen uit Steenwijk en Meppel. Dan pakt Ajax het initiatief weer op. Dan is er enige miscommunicatie in de achterhoede bij Biep All-Star. Dan is het Gerritsen die uithaalt. Dan zit hij er toch in. Het eerste doelpunt van Lucky Ajax tegen de Biep, Dennis Gerritsen. Jaak Zwart, ah, kijk eens aan, is absoluut blij mee met deze voorsprong. Want de mannen van de Biep All-Star team wisten zich goed te creëren tegen Lucky Ajax. Hetzelfde Ajax probeert dan richting de T toch nog meer verschil te maken. Anastasio, prachtig mooie actie van Janis Anastasio. Hoort de bal dan breed en is het weer keeper René Jongbloed. Maar die kan in tweede instantie niet redden op deze inzet.
zo wordt de stand 2-0. Rudy Ajax brengt de stand. Als Ben Helder die de bal tussen de palen wist te jagen in tweede instantie. Met dat prijs dat het scoren wordt. En die los. Probeert contact te zoeken met zijn broertje Jeroen Los. Dat mislukt dan, maar we zien dan toch dat er in het centrum wat gebeurt. Ai, was een prachtige kans geweest voor die bal. En dan kan nu heel veel jonge lui maar een hoop affiche afgekomen. Steeds zitten we in die eerste helft. Arnold Splinter. Dan is er het fluitsignaal. De mannen gaan richting de T. En uit de T, van de T, zien we dat Bert Otten aftrapt. Hij dat samen met Guido Broers. Naval richting de mannen van het Biep All-Star team. Bert Otten. Otten die daar dus een actie probeert te maken. Dan wordt het een kluwen van spelers om te kijken wat er staat te gebeuren. Richting de 16 meter. En dan is het dan Ajax met de Pim van Tort. Die nu de bal probeert weg te spelen. Dat komt er niet echt helemaal lekker uit. De man is nee, dat mislukt dan. Dan kan Ajax de boel weer oppakken. Dan zien we Faria de bal weg te spelen. Ik denk Glenn Helder. Glenn Helder, Dennis Gerritsen staat te wachten. Helder doet het alleen. En zo verschalt die andermaal doelman René Jongbloed. En als de goalie die moet zien in 0-20 gaat lopen, dan weten de mannen van 0-5-2 er op dit moment geen antwoord op te geven. Maar zo wordt de stand van 0-3 op het bord. Ja, de mannen van Biep All-Star laten de kop niet hangen. Harold Zwolle, hij komt mee naar voren. Hij zit de bal in te pompen. En is het wachten tot één van de mannen binnen gaat komen. Dan zien we Gijs Zwart. Jawel, Gijs Zwart brengt dan zowaar de diepte. Als dat die een treffer. Gijs Zwart, ja, de naam zegt het al. Afkomstig uit Amsterdam. Een voormalig speler van La Bastille. Ieder jaar van de partij. En hij vond het een grote eer met Biep All-Star team te mogen spelen. Steenwijk, absoluut herinneren. Het team van Biep All-Star team is niet alleen van Steenwijk, maar ook uit de Meppel. Samengesteld door Jaap de Bier, Jaap de Boerderman van het Hengbergse plein. Ajax, te draaien. En kijken op Faria, ja, dan zitten we er weer 1 tegen 4. Prachtig mooie aanval van Beto. One touch, Faria, dan is het gewoon alles in de pakken. 1 tegen 4. Het publiek kan het wel waarderen. Ajax zit een tijdje bij. En we zien dat van Beto wordt absoluut niet gespaard. Yannis Anastasiou met een prachtige haakbeweging. Nu is het van Beto zoek maar uit. Het is prijszoeken. Op dit moment of Spotify de nieuwe kabel. Zo brengt men de stand op 1 tegen 5. Lachende gezichten kunnen we ook zien dat de zoon van Jaak Zwart inmiddels in het veld is gebracht. Ja, dan zullen Jaap de Boer en Kees Christen toch wat moeten gaan doen om hier niet echt geblameerd van het veld af te gaan komen in een hele leuke wedstrijd. Dennis Gerritsen, weer zijn linker. Ja, de Jongbloed, hij staat nog steeds tussen de palen. En dat betekent natuurlijk dat hij met alle pogingen probeert de bal tegen te houden. Dan zien we Peter Pot met een crosspas. En dan komt Henry Rijken naar een missie van Pim van Dort. Henry Rijken, dan speelt daar de doelman. Rijken heeft het hele doel voor zich. Nou, nu gaat het shirt uit. Henry Rijken, de Gent Feyenoord aanhanger, heeft op dit moment gewacht. Ja, die 94 kilo in dat Feyenoord zit. Dan kijken blij zijn. Publiek op de banken naar de treffer van Henry Rijken. Voormalig speler van VV Steenwijk en trainer van VV Steenwijk. Steven Groot onder andere hier in herhaling. Hij kan het nog wel hoor. Kijk, drijft naar de keeper. De keeper drijft hem naar de buitenkant. En hij kan het toch met zijn rechterbenen doen zetten. En zo brengt hij Ajax. Nou, verder waar het gebleven was. Meneer Groen, een slippertje. En dit is van Beto. Alleen op de doelman af. Hij is niet eerst zuchtig. Kijk eens wat een prachtig doelpunt. Hier op de mat wordt gebracht. Een paas van Beto. En dan is het Yannis Anastasiou. Die de bal prachtig tussen de palen gooit. 2 tegen 6. Zo blijft Ajax in de slotfase aanbrengen. En zo is het nog steeds hard werken voor doelman meneer Jongbloed. Die absoluut niet koud dicht gaat. Ondanks de erbarmelijke weeromstandigheden is het weer een treffer van Ajax. En zo wordt de stand op 2 tegen 7 gebracht. Zal er nog meer in zitten? Het publiek scandeert 10-10-10. En dan gaan we kijken wat het ook gaat leveren. Andermaal een actie van Ajax, maar we zien dat Albert Jan wat in de aanvoering van de Biep All-Star kan redden. Hier gaan we vissen. In de strijd moeten we eens even kijken. Zit er nog wat in het
pad. Nou, Henry die Ruiter, wat weer van Wekker schiet. Zou het niet mogelijk zijn dat hij twee keer achter elkaar gaat scoren? Dat is niet. Hij ziet het er buiten. Aasen is een snijder. Dankjewel voor de goede paas. En weer zat er niet in. Peter Pot met een dieptepaas. Peter Pot richting Rick Vist. Rick Vist geeft de bal dan af. Dan is het Jeroen Los die de bal tussen de palen weet te schieten. En zo wordt die stand op 3 tegen 7 gebracht. Ja, mooie actie. Gelukkige gezichten. Rick Vist, Jeroen Los, 3 tegen 7. En Jongbloed in de slagfase. Gooit de bal nog een keer uit. Maar daar is het de cruciaal van scheidsrechter Braamhaar. En zo was deze wedstrijd. Deze hele mooie wedstrijd tussen het Piep All-Star team en Lucky Ajax. Erg mooi. Na afloop van de wedstrijd het Lucky Ajax team tegen het Biep All-Star team sta ik in de catacomben met Dick Schoenhaken. Dick, ja. Wat vond je van de wedstrijd? Het was een makkie voor ons, hè? Het ging onwaarschijnlijk heel simpel. Ja, ja, het was wel een hele leuke wedstrijd. De jongens die een beetje op ons niveau meekonden. Ja, wij hadden toch een paar jongens erbij die dacht wat handiger zijn. En daardoor werd die uitslag zo hoog. Maar de man moet een beetje gelijk tegen de rond gaan als een beetje dezelfde leeftijd hebben. Kortom, de man uit Steenwijk en Leidinggeving hebben nog iets om over na te denken. Ik denk het wel. Ik zal het even bespreken in de groep Kruijf. Zeg Dick, een heel andere vraag. Het Biep-toernooi bestaat 25 jaar. Ik meen me te herinneren dat je ook hier wel eens aan mee hebt gedaan aan het toernooi. Ja, ik heb in het verleden deed ik altijd mee met het Leidsepleintoernooi in Amsterdam. Met de Bastille. En de Bastille werd elk jaar uitgenodigd om hier in Steenwijk een toernooi te spelen. En ik heb 1 keer meegedaan. Ook niet te lang die toernooien. Toen was ik eigenlijk net gestopt met betaald voetbal. Dus toen ging dat nog wel. Maar later. Maar het was wel een heel groot feest altijd elk jaar wat ik gehoord heb. Zeg, best is afgelopen. En nu gaan jullie opmaken denk ik voor het kijken naar de Champions League finale. Ja. Wat gaat dat worden, denk je? Ja, ik ga toch voor Barcelona. En ik gun het Van der Sar zeker. Maar ik, over het hele jaar gezien hoop ik toch dat Barcelona toch een show laat zien. En dat ze verdient de Champions League gaan winnen. Ik hoop het voor je, dankjewel. En een prettige terugreis. Oké, zal wel lukken, dankjewel. Naast me staat Sjaak Zwart, Mr. Lucky Ajax Biep-toernooi. Leuke wedstrijd denk ik, Sjaak. Ja, maar het moet leuk zijn hè. Van beide partijen moet gevoetbald worden. Leuke acties, doelpunten. Daar komt het publiek voor. Het publiek komt ervoor. Betekent dat jullie ze wel in de tang hadden, die jongens in Steenwijk. Dat was toch wel, het leek wel ogenschijnlijk heel makkelijk te gaan. Ja, dat klopt. Kijk, de uitslag is 7-3. Maar ja, ze scherp waren geweest vanavond bij ons. En gaan er nog op voorbij. Goed, jullie gaan zo naar het hotel. Dat betekent dat jullie daar een buffet hebben. En dan gaan jullie kijken naar de Champions League finale. Wat gaat dat worden? Ja, win Barcelona. En ik vind het wel fijn om Messi te zien. Hè? Dat is het voetbal. Dat is het voetbal. Barcelona. Andere kant hebben we Van der Sar staan. Monument. Ja, fantastisch. Wat een carrière die jongen heeft. Als je het verleden week ziet met Ferguson. Hoe die hem omarmt. Ja, dat is geweldig. Maar ja, hij moet vanavond echt aan de bak, denk ik. Het wordt geen 3-7, denk ik. Nee, het wordt geen 3-7. In ieder geval. Het wordt 1-3. 1-3. Dankjewel voor deze tip. En nog een fijne terugreis. Dankjewel. Goed, dames en heren. Dan zijn we in de kleedkamer bij het All-Star team. Dan zien we een van de mannen die het bijzonder goed gedaan heeft, ondanks zijn leeftijd. Dag Henry Rijken. Goedenavond. Hoe is het met je? Ja, kapot. Echt, alles doet me zeer. Harald Groenewald heeft me net de veters gestrikt. Het wil niet meer. Leuke wedstrijd. Ja, het is toch mooi om te genieten. Het is jammer van het weer. Hè. Er waren nog meer publiek geweest. Maar ik heb genoten. Ik heb in de eerste helft een 3-dubbele schaar gedaan. En in de tweede helft een 4-dubbele en een dubbele akser. Een dubbele akser. Ja. Goed op de rekbanden en goed in de ringen. Dan komt er een moment in de wedstrijd. En dan zie je dat het niet loopt. Dan krijg je wat commentaar met je trainer Kees Kist. Ja. Hij heeft blokjes met wisselen. Niet de nadelen voor deze jongen, want dit zijn hele goede voetballers. Maar ik kwam steeds met mindere voetballers in het veld. Dus ik had net steeds de verkeerde lichting. Nou ja, ik moet die bal in de voetjes hebben. Peter Pot, dat heb je gezien met dat doelpunt. Je hebt op een gegeven moment, dan kom je erdoor en dan word je vrijgezet door de keeper. En dan is dat het moment suprême. Ja. Dan kijk je die keeper diep in de ogen. Ik keek hem aan en ik denk, zou ik schieten of zou ik gaan? Ik denk, ik ga. En ik ging langs. Er kwamen er nog twee spelers. Ik denk, wat doe ik? Ik denk, schieten we maar in. Want anders dan ga ik prutsen. Nou ja, en dan op het moment, het shirt uit.
En dan ben ik het. Zeg Henry, je hebt op dit voetbalveld hele mooie dingen meegemaakt. Als actieve speler, als supporter, als jeugdtrainer en als trainer. Maar ik denk dat dit wel een van je finest moments was. Ik zal eerlijk zijn, ik heb nooit een afscheidswedstrijd gehad. En ik heb thuis gezegd, koste wat kost wil ik vanavond voetballen. En ik zie dit als mijn afscheid van het hele voetballen. Zijn we nu van je af? Echt waar. Dat betekent, dames en heren, dat u bij deze de getuige bent geweest van de legendarische woorden van Henry Rijken. U zult het nooit meer zien op een voetbalveld als voetballer. En ik denk dat de gemeente Steenwijkerland daar bijzonder blij mee is. Aangezien we binnenkort alles op kunstgras gaan krijgen.